Daar wil ik wat over vertellen. Het liedje heet Hold Me While I Cry. En voor mij persoonlijk is dit een geweldig nummer. Mijn man en ik hebben 3,5 jaar voor 2 kindjes gezorgd. En die zouden eigenlijk totdat ze groot waren bij ons blijven wonen. Maar na 3,5 jaar is door jeugdzorg besloten dat deze 2 kinderen terug naar hun ouders moeten. En dat is voor ons gewoon een hele moeilijke tijd geweest. Maar desondanks in die tijd heeft God ons gedragen. En in die tijd van verdriet heeft Hij ons vastgehouden. En vandaar ook, mijn cd heet ook Hold Me When I Cry. Dit liedje heeft voor mij zoveel betekenis dat in die moeilijke tijd die wij doorstaan en nog steeds doorstaan, houdt Hij ons vast. En als wij huilen, houdt Hij ons vast en beschermt Hij ons. En daar gaat het liedje over. Ik hoop dat jullie net zo doorgeraakt worden als dat ik ooit ben doorgeraakt ben. Halleluja, Jezus. Ik hoop dat ik niet ga huilen. Be standing.